Idrissi. Goed balletje op Van Weert hoor. Van Weert en Robin Ruiter en Van Weert nog eens. En daar is zijn eerste goal voor FC Groningen. Tom van Weert. Koud in de ploeg en hij scoort. Het is 1-4, het is gedaan. Ja, en dan komen de witte zakdoekjes en is het rot op. En gaan de fans van FC Utrecht naar huis. Hier is het crisis hoor. Kijk, hier wordt ook weer slecht verdedigd. Er wordt gewoon niet gekocht. Die staat daarbij en die doet niks. Hoe is het mogelijk? Even voortduren. Van Nief. Dit zijn fijne ballen hoor. Ja, daar is die. Daar is die dus nog geen minuut. Nadat de goal van Dumic wordt geannuleerd aan de ene kant. Scoort Van Weert aan de andere kant. Goeie goal. Verdiende voorsprong. Ondanks de goal zojuist aan de andere kant. En het gedoe dat daar omtrent even ontstond. Echt een spitse goal. Reijnen. Buitenspel is het hier niet. En dus het doelpunt van Weert. Groningen weer voor. Had natuurlijk in de eerste helft al een doelpunt moeten maken. Tom van Weert, maar doet dat nu na bijna 10 minuten in de tweede helft. 2-1 voor Groningen. Geen buitenspel, omdat Ebouehi daar net overeind gekrabbeld is. Die heft buitenspel. En dan kan Van Weert scoren. Hier gaat Linssen. Linssen, prachtig ingekopt. Prachtig doelpunt van Tom van Weert. Zijn tweede voor FC Groningen dit seizoen. Hij verdubbelt vlak voor rust de voorsprong. Het is een beauty. Oei, 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 wat een goal. Hatenboer. En daar is 0-2. Ai, 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 wat een mooie. En weer zijn die drieën bij betrokken. Tibbeling, in dit geval Hatenboer. Daar konden we bij de eerste goal Jens invullen. En Van Weert, wat een goede goal. Tjeetje, Mina. Hij staat buiten spel, Van Weert. En de grensrechter ziet het over het hoofd. Op de opzet valt niets af te dingen, maar wel op de geldigheid van de treffer. En het staat na 39 minuten 0-2 via Van Weert. Hola.